Vandaag een antwoord op de vraag van René. Afgelopen jaar is ontdekt dat René met een flink verhoogde bloeddruk kampt. Zijn huisarts heeft hem toen geadviseerd om eens flink wat kilo's te verliezen. Wat kilo's lichaamsgewicht, want René heeft nogal wat overgewicht. Zijn huisarts heeft dit geadviseerd omdat dit zou helpen bij het verlagen van zijn bloeddruk. René is sindsdien de porties van zijn maaltijden flink gaan verkleinen. Hij heeft dat al meerdere malen verkleind, denkend, ja, zo zal ik wel gewicht verliezen. Maar het gewichtsverlies blijft uit. Hij merkt dat hij niet zo makkelijk af kan vallen, gewicht kan verliezen, als hij eigenlijk had gedacht. Want hij dacht altijd, en hij heeft vroeger dat ook ervaren, als ik mijn calorie-inname, mijn portiehoeveelheden verminder, ja, dan val ik af, want dan komt mijn inname lager uit dan het verbruik in mijn lijf en dan val je af. Nou, wat blijkt? Dit gaat zo makkelijk niet meer. Dus de vraag van René is, hoe kan het? Hoe kan het dat ik niet zo makkelijk meer afval, ondanks dat ik mijn porties meermaals wel heb verkleind en dus veel minder calorieën dan eerder binnenkrijg? Heeft dit wellicht een verband met mijn hoge bloeddruk? René, om af te kunnen vallen, inderdaad, moet jouw calorie-inname lager liggen dan het verbruik in jouw lijf. Dus we redeneren allemaal, als ik mijn calorie-inname maar verminder door bijvoorbeeld mijn porties te verkleinen. Porties waar eerder zoveel calorieën in zaten, als je die verkleint, zitten er minder calorieën in. Ja, logisch, want er zitten minder voedingsstoffen in, minder calorie-leverende voedingsstoffen. Dan zou dit, als ik dat flink verlaag, mijn porties flink verklein, zal het uiteindelijk wel lager uitkomen dan het verbruik in mijn lijf zal ik afvallen. Maar je hebt je porties verkleind en je valt niet af. Dit duidt dus op het feit dat jouw huidige calorie-inname nog steeds niet lager uitkomt dan het verbruik in je lijf. Zal dit dan misschien liggen aan dat verbruik in je lijf? Nou, en je was benieuwd naar het verband met je hoge bloeddruk. Jouw lichaam is voortdurend, los van wat jij eet, doet, denkt, wat dan ook maar, bezig met een evenwicht genaamd homeostase te bewaken. En dat evenwicht, dat hangt samen met het behoud van een ideale voedingsstofsamenstelling. Dus ook het behoud van een goed gereguleerde bloedsuikerspiegel binnen en boven en ondergrens. Goed gereguleerde bloeddruk, ideaal vochtgehalte, ideale zuurtegraad en ideale hoeveelheid opgeloste stof in de bloedbaan. Wanneer dat evenwicht niet heerst, gaat jouw lichaam zich bezighouden met het zo mogelijk herstel van het evenwicht. Zal jouw lichaam zich nooit ergens anders mee bezighouden? Jouw lichaam kan bepaalde stoffen zelf vormen. Dat worden niet-essentiële stoffen genoemd. Dat wil zeggen dat los van wat jij eet, die stoffen altijd aanwezig zijn in jouw bloedbaan. Wat kan jouw lichaam zelf vormen? Glucose. Glucose is een niet-essentiële stof. Jouw lever kan deze vormen als deze gestimuleerd wordt gluconeogenese uit te voeren. Als jij, René, met een hoge bloeddruk kampt, wat weet je dan? Dat de druk in jouw bloedbaan, de druk van jouw bloed tegen jouw bloedvatwand, hoog is. Dat de glucose, altijd aanwezig in jouw bloedbaan, ook onder hoge druk vooruit wordt geduwd. Door jouw bloedbaan wordt geduwd. Stel je eens voor, jij loopt op een weggetje die in een rechte lijn vooruit loopt, maar dat een weggetje met allemaal kleine vertakkingen. Als je rustig loopt, kan jij zelf besluiten zo'n zijweggetje in te gaan, omdat je dat veel spannender en veel leuker vindt. Maar wanneer er iemand achter jou loopt en die duwt jou vooruit, zodat je alleen maar die weg vooruit kan volgen, en jij langs die vertakkingen wordt gedrukt. Ja, dan kun je nog zo leuk dat zijweggetje willen nemen. Maar dat lukt dan niet, want je wordt vooruit geduwd.
Zo ook met die glucose in jouw bloedbaan. Glucose is brandstof, welke bij een hoge bloeddruk, welke nou flink vooruit wordt geduwd in jouw bloedbaan. En dat maakt, wanneer dat aan de orde is, dat de verdeling van die glucose over de verschillende weefsels, de verschillende delen in jouw lijf, met al daar cellen in, niet zo goed verloopt. En dat heet insulineresistentie, wordt het ook wel genoemd. De opnameverdeling van glucose over jouw lijf verloopt niet zo goed wanneer de glucose vooruit geduwd wordt. En dan heerst er een laag verbruik in jouw lijf. En dan kun je dus leukoposities verminderen. Maar als jouw voeding niet bijdraagt aan een betere verdeling van glucose over jouw weefsels en cellen, en dus een hogere insulinegevoeligheid in jouw lijf, en dus ook een lagere druk in jouw bloedbaan, dus een ontspanning van de spieren in jouw bloedvatwand, en ook een vermindering van het vochtgehalte en het glucosegehalte in jouw bloedbaan, dan zul jij geen gewicht verliezen, want ja, als er een hoge hoeveelheid glucose aanwezig is in jouw bloedbaan, dan gaat jouw lichaam geen reservebrandstof afbreken. Pas wanneer die glucose mooi verdeeld wordt over je lijf en jouw bloedsuikerspiegel mooi laag is en jouw bloeddruk ook binnen de normen valt, zal jouw lichaam geneigd zijn, als er een hoge activiteit, een hoog verbruik plaatsvindt in jouw lijf, om er reservebrandstof bij te trekken als er nog meer activiteit vertoond wordt in je lijf waarvoor energie nodig is, waar die hoeveelheid glucose in de bloedbaan dan niet meer aan kan voldoen. Maar je hebt een hoge hoeveelheid glucose drukkend in jouw bloedbaan, dan gaat jouw lichaam geen afbraak van reserves teweeg brengen. Dit verklaart, René, dat jij maar moeizaam afvalt. En dit betekent dus ook dat jij kennelijk met hetgeen jij nu hebt gegeten, jouw caloriebeperkte voeding, onvoldoende bij hebt gedragen aan een betere verdeling van die glucose over jouw lijf. Een lagere druk in jouw bloedbaan. Wat is daar namelijk voor nodig? Wat is nodig om dat evenwicht in jouw lijf, waar die hoge bloeddruk het gevolg van is, de verstoring van het evenwicht, om dat weer te kunnen herstellen? Want niet eerder dan dat jouw bloedsuikerspiegel wat daalt, jouw bloeddruk wat daalt, het vochtgehalte in jouw bloedbaan ideaal is, de osmolariteit en de zuurtegraad ook weer ideaal is, dan vindt die mooie verdeling van glucose weer plaats. En dan kun jij enig gewichtverlies verwachten als jij je calorieinname vermindert. Wanneer of kan jij enkel dat evenwicht helpen herstellen met jouw voeding? Niet enkel en alleen door je porties te verkleinen, nee. Dan moet jouw voeding optimaal voorzien in essentiële voedingsstoffen. En niet al te veel, al te vaak niet-essentiële stoffen, die dus al in je bloedbaan zijn, die daar onder hoge druk aanwezig zijn. Ja, als je daar een hapje extra van voeding met nog meer van die niet-essentiële stoffen, waaronder glucose, neemt, ja dan kun je gewichtsverlies wel kun je wel vergeten. Dus jij gaat enkel gewicht verliezen wanneer hetgeen het evenwicht in jouw lijf momenteel verstoort en dus zorgt voor een hoge bloeddruk. Wanneer dat eerst opgelost wordt en dat het evenwicht dus eerst ondersteund wordt met jouw voeding, hersteld wordt. Want het kan alleen maar met behulp van jouw voeding en het aanbieden van alle essentiële voedingsstoffen. Jouw portieverkleinde voeding, jouw calorieverminderde voeding, garandeert niet dat het evenwicht in jouw lijf dan hersteld kan worden. En niet eerder dan dat zul jij gewicht verliezen.